Het CBR stelt de beslissing over mijn rijgeschiktheid steeds uit. Hoe zorg ik ervoor dat dit snel gebeurt? Dit is de klacht van de dag. Welkom, mijn naam is Lisa Veerkamp en ik ben klachtbehandelaar bij de Nationale Ombudsman. In deze aflevering behandelen we een klacht over de communicatie met het CBR. Twee keer per jaar gaan we met een aantal medewerkers en de Nationale Ombudsman op bezoek bij een provincie. In de provincie Groningen spreken we met een mevrouw die al wat op leeftijd is en daarom graag haar rijbewijs wilt verlengen. Ze dient daarvoor haar gezondheidsverklaring in bij het CBR en begint hier ruim op tijd mee omdat haar rijbewijs binnen 4 maanden zal verlopen. Ze heeft alles netjes opgestuurd, maar ze hoort maar niets van het CBR. Ze maakt zich ernstige zorgen omdat haar rijbewijs over 4 maanden verloopt en zij medisch afhankelijk is van haar rijbewijs. Mevrouw is bang dat haar oude rijbewijs verloopt voordat er een oordeel komt vanuit het CBR over haar rijgeschiktheid. We bellen met de contactpersoon van het CBR en leggen het probleem voor. Deze medewerker pakt het dossier erbij en ziet vrijwel direct dat alle documenten volledig zijn ingediend. Ook heeft de arts inmiddels al besloten dat mevrouw gewoon mag rijden. Deze informatie is alleen nog niet aan mevrouw zelf gecommuniceerd. Weet u van tevoren dat u een gezondheidsverklaring nodig heeft? Begin hier dan op tijd mee. Want zodra het CBR de stuk op tijd binnen heeft, kunnen zij hier snel mee aan de slag. Ik ben Renier van Zutphen. Ik ben de Nationale Ombudsman. Wij staan met meer dan 170 collega's voor u klaar. Voor uw grote en uw kleine problemen met de overheid.